Good morning, YouTube. Ja, blijf even hangen, jongens. Yo, gasten, welkom. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. Ik heb vandaag voor jullie een potje Team Deathmatch. Ik speel die samen met UGS Mysterious, oftewel Erik. Check ook zijn channel even. Ik zal hem ook even in de beschrijving zetten. Hij loopt hier achter me aan, zoals je ziet op de minimap. Dit is een potje op Piazza. En Erik die loopt hier links nog steeds, zoals je ziet. Hier tussen die auto's zitten campen, die had ik niet gezien. Hier schoot hij op Erik. Erik zegt, pak jij hem even, Jeff. Nou, ik denk, ik ga eerst hem even een beetje fucken. En wat denk je? Zit hij daar gewoon en schijt hij gewoon in zijn broek. Falen, smeerlap. Gewoon bang, hè, omdat je gestumd was. Wat ben jij smerig hier. Dus, ja, kut campers. Nee, maar goed jongens, een leuk potje is dit. Ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden om eindelijk weer eens een keer nieuwe mappen te zien. We posten eigenlijk de random mappen. Ik hoop niet dat jullie te veel last hebben van de regen. Het regent echt behoorlijk hard. Maar goed, dan moet je maar even een beetje erheen prikken. Dus als je wat hoort, is het regen. Dan kan ik er weinig aan doen. Laat even weten in de comments of jullie meer van deze mappen willen zien. Ik heb ook een leuke gameplay, denk ik wel. Echt een rust gameplay op Offshore. Nou, Offshore is ook een nieuwe map. Ik heb deze mappen omdat ik Elite Pro heb. Elite Pro. Nee, maar goed, dat daar kan je natuurlijk al die mappen gewoon downloaden. Ik heb toen de Hardened Edition gekocht, dus een keer gratis. Hier word ik ook wel genaaid, hoor. Hey. Maar goed. Waar was ik gebleven? Maar ik heb toen de Hardened Edition gekocht, dus ik kon die mappen gratis downloaden. We spelen ze eigenlijk weinig. Zeg maar gerust niet. Ik speel ze nooit, echt nooit. Maar gisteren was ik het zo zat, ik kreeg 100.000 predators op me en weet ik het allemaal. Ik zeg tegen Erik, ze weten wat wij doen, wij gaan lekker een potje spelen op de nieuwe mappen. En het is redelijk goed gelukt, dus dit was ook het eerste potje wat we joinden. En ja, ik moet zeggen, ik heb toch een redelijke score. Ik meen dat ik hier al 20-3 ging. Ik speel hier wel met een beetje koffer. Ik speel hier samen met de MP7 en ik heb Blind Eye en Assassin en Dead Silence. En ja, dat doe ik omdat ik de map niet goed ken en een keer wil roepen, je bent een noob. Nou, het is dan maar zo. Normaal gesproken speel ik er nooit mee, nu wel. En ja, ik heb zoiets van, weet je, ik kon nog een beetje trollen ook en ik vond het wel lachen. Ik vond het op zich een leuke gameplay, dus vandaar dat ik hem upload. Ik sta hier eventjes een beetje af te wachten. Maar dan heb ik meteen mooi even een beetje de tijd om het te hebben over Dutch Game Punt. Jongens, Dutch Game Punt is mijn tweede kanaal. Kom gewoon een keer gezellig kijken. Vergeet niet te abonneren en alles. Er worden meerdere fits worden daar gepost. We posten daar 1-2 keer in de week. 1-2 keer in de week. 1-2 keer per dag. Dus dat is wel heel lekker. Kijk, hier heb ik weinig ammo. Deze laat ik ook gewoon voorbij lopen. Er zit er nog eentje. En die springt hier zo direct naar beneden. Ik hoor ze ook lopen omdat ik met een headset speel. Ik killde die gast. Ik liep meteen weg omdat ik bang was dat die andere zich om zou draaien. Maar ja, hij maakte toch geen gebruik van zijn minimap. Hier pak ik nog wat kogels en ja, kan ik weer verder. Hier zit ik ook te zoeken. Er werd hier vandaan beschoten. Ik dacht dat het die twee waren die hier wegliepen. Maar helaas, het was weer eens een camper naast de auto. Ik zag met veel toeval, gelukkig speel ik ook met external mag. Waardoor ik die rail shield kerel kon killen. Ik zal alvast zeggen jongens, like deze fit of vast. Ik probeer hiermee, wat zullen we zeggen vandaag, 60. Nou, het is toch slecht weer. Ik krijg veel views. Bij 60 duimpjes ga ik de videootje posten. Offshore is dus ook dat nieuwe mappie. Leuke gameplay. Ik moet hem nog inspreken, dus. Maar die krijgen jullie morgen te zien. Ook zal FIFA vandaag worden gepost op Dutch Game Punt. Dus ja, jullie hebben in ieder geval wat te kijken. Maar goed, ik ga het niet te veel meer hebben over Dutch Game Punt. Want jullie moeten gewoon maar gaan kijken.
Nee, jongens, ik speel hier ook Team Deathmatch, dat zei ik net ook al. En ja, Team Deathmatch, ik vind het persoonlijk niet. Wat sta jij nou? Oh, wat sta jij nou te doen? Ik zag je lopen, klik. Ik kan wel janken. Nou, maar goed. Ja, Team Deathmatch, ja, ik speel het niet vaak, omdat ik het niet al te leuk vind. Ik noem het altijd Camp Deathmatch. Deze gozer, die hoorde ik gewoon. Die trok een granaat. En dan hoor je zo... Weet je wel, nou, je kent het geluid wel. Ik kan het niet eens nadoen. Dus die had ik met mazzel. Hier faalde ik. Het is een span daar. Wist ik niet. Ik wist niet dat ze daar spanden. Dus ja, daardoor ging ik eigenlijk dood. Dus ging ook meteen mijn streak weer weg. Ik riep hier tegen Erik. Die zie hier lopen. Van joh, daar komen er twee aan. Nou, die had ze ook netjes. Deze kerel pak ik. En deze kerel pak ik. Ik reload. Moet je nooit doen. Of dood. Maar goed. Ja, in verband met de nieuwe mappen kan ik niet domination, want ik altijd upload posten. En dan zit er een haar in mijn bakkes. Zo. Sorry. ik doe dit in één take opnemen, dus ik ga niet lopen knippen de hele tijd. Maar ja, waar was ik nou gebleven? Ik ben weer helemaal de draad kwijt. Ja, domination, hè? Domination. Ja, dat krijg je dan ook niet altijd. Vaak is het ook kill confirmed of team deathmatch. Dus ja, geloof dat mijn volgende commentary een potje kill confirmed wordt. Ik weet het niet zeker. Ja, ik heb natuurlijk meerdere potjes dan één gespeeld gisteren. Maar ik vond deze map ook wel leuk om eens een keer te uploaden. Nogmaals jongens, laat het eventjes weten in de comments wat jullie van de nieuwe mappen vinden. Volgens mij wordt het ook niet heel veel geüpload op het YouTube. Dus ja, laat het gewoon even weten. 60 likes, dan komt de nieuwe map offshore. Morgen komt die dan. En ik zal zeggen, kijk ook gewoon op Dutch Gamepunt. Ik heb geen onderwerpen meer, dus daarom herhaal ik het gewoon. Dit is ook het einde van de gameplay. Hier zit die gast gewoon. Kom op jongens, je betaalt 60 euro. 60 euro. Ja, betalen voor een game. En dat is dan niet dat je alleen maar in een hoekje zit te klooien aan. Want hier kill ik je. Oh, gewoon nog even. Fale hond. En dit is het einde van de gameplay. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zal zeggen, vergeet niet te liken, te subscriben. En tot later. Ciao.